De Stichting Huisarts Instituut Suriname, HISURI, heeft gisteren de tweede groep studenten van de huisartsenopleiding afgeleverd. De huisartsenopleiding is erop gericht artsen specifieke vaardigheden bij te brengen en hen zodanig te trainen dat ze beter in staat zijn het huisartsenvak uit te oefenen. Zo wordt de uniformiteit van de huisartsenzorg verbeterd. Deze eenjarige opleiding wordt gegeven in plaats van de assistentartsopleiding. Zij die de huisartsenopleiding volgen, hoeven dan geen zevende jaar stage te lopen. Voorheen moesten afgestudeerde artsen na een jaar stage in verschillende polyklinieken het vak huisartsgeneeskunde in de praktijk zelf aanleren. HISURI-directeur Eddie Wong Chung stelt dat als de huisarts deze opleiding heeft gevolgd, hij kennis heeft van een groot aantal aandoeningen. Er is nog steeds een grote verwarring of onduidelijkheid van wat eigenlijk de meerwaarde is van deze huisartsopleiding. Want er zijn immers al huisartsen hier. Ik ga er dus niet over uitweiden, maar ik geef vaak in vergelijking dat het ook van alle kanten misgaat. Van ja, als een timmerman kun je timmeren, je kunt een huis maken en een kast maken en meubels maken. Maar als je meubels maken bent, dan kan je het op een andere manier maken, met andere skills en iets anders komt eruit. Nou, zo zie ik dan ook waar we bezig zijn, dat je de artsen tot huisartsen vormt, dat ze zodanig kunnen opereren, zodanig kunnen werken, dat zij een mooi meubels kunnen maken, dat weinig kost. Oké. Deze artsen zitten er niet zomaar. Ze konden dus deze opleiding doen, omdat die artsen een deel van die artsen, maar een stil, een beetje, maar je hebt nog veel meer, dat zijn onze huisartsenopleiders, de bescheidenheid gehad hebben, misschien zelfs de nederigheid gehad hebben om zich te laten bijscholen in meer kennis, dat meer naar de huisarts toe gaat en ook nog een keertje te leren om op te kunnen leren. John Goedschalk, voorzitter van de Stichting HISURI, zegt dat de opleiding de kwaliteit van de zorg verbetert. De organisatie streeft ernaar om de kwaliteit naar een steeds hoger niveau te tillen. En daarnaast werken aan diversificatie door verschillende opleidingen relevant voor het verhogen van de kwaliteit binnen de gezondheidszorg aan. In het afgelopen jaar is HISURI, zoals de directeur ook al zegt, gestart met het aanbieden van cursussen voor opleiding van doktersassistent. Dit vanwege de noodzaak aan de deskundige ondersteuning van de huisarts. Er bestaat heel veel belangstelling voor deze opleiding. Veel van de inmiddels twee groepen afgestudeerde doktersassistenten hebben na afstuderen een baan aangeboden gekregen in een huisartsenpraktijk. Deze opleiding heeft tot nu toe duidelijk vruchten afgeworpen en mag succesvol genoemd worden. Voor het voortbestaan en de groei van de HISURI zijn er helaas ernstige bedreigingen dat we te maken hebben met stagnatie in de verkrijgende subsidie van de overheid, waardoor onze armslag in hoge mate wordt beperkt en liquiditeitsproblemen dagelijks het werk dreigen te frustreren. John Goedschalk, de voorzitter van de Stichting Huisarts Instituut Suriname, HISURI. De stichting heeft gisteren de tweede groep studenten van de huisartsenopleiding afgeleverd.